Heren theatermakers, Jacques Vriends, Bas Leenders. Ja. Ik moest vanmorgen denken aan dat prachtige, stilistische decorstuk, dat kerkje bij Weg uit de Peel. En ik denk, ze schalen op, die twee. Het wordt een kathedraal. Ja. Heb je goed gedacht, Simon? Dit wordt wat groter dan wat we in het verleden hebben gedaan, inderdaad. Ja. Wat zijn precies de plannen en wat gaat er vandaag gebeuren? Nou, we hebben vandaag de kick-off, om het met een mooi Duits woord te omschrijven. Dat betekent dat we mensen die zich hebben aangemeld voor de audities, voor backstage, als figuranten, maar ook mensen die zich helemaal nog nergens voor aan hebben gemeld, dat we die gaan informeren over wat er gaat gebeuren het komende jaar, zo ongeveer. Dus ja, en we geven mensen ook absoluut de ruimte om zich in te schrijven, bijvoorbeeld voor een kostuumclub of een decorclub. Want er moet aardig wat gebeuren in de strijd. Ja, als ik aan die vorige twee producties denk en ik zie voor me wat er allemaal bij kwam kijken. Ja. Dan zal dat gezien alleen al dat woord kathedraal niet minder, maar meer worden. We schalen echt op. Ja, ja, we schalen echt op. Dat geldt voor de tribunecapaciteit. We gaan nu naar bijna 500 bezoekers per uitvoering. Maar het geldt ook zeker voor het decor, de hospitality, de spelersvoorzieningen, noem maar op. We hebben voor Weg uit de Peel hebben we Janneke Dam opgebouwd. We gaan nu het Trichter Bos opbouwen. En dat klinkt al groter. En dat wordt ook groter. Mooi. Jullie hebben er ook zin aan, want het heeft stilgelegen. We hebben erg veel tijd gehad om onze plannen nog een keer door te denken en nog een keer door te denken en nog een keer. En daardoor zijn ze alleen maar mooier en groter geworden eigenlijk. Ja. Dus we zijn heel blij dat we vandaag echt met een gerust hart de kick-off kunnen houden. In de aanloop naar onze uitvoeringen in mei, juni 2022. Ik ben heel benieuwd. Jacques. Ja. Het is jouw boek, de strijd om de kathedraal. Misschien zonder al te veel prijs te geven, dat je even kunt vertellen wat de kijkers straks kunnen verwachten bij de strijd om de kathedraal. Nou, het verhaal speelt zich af rond 1400 in een denkbeeldige stad. Bas noemde hem al, Trichter Bos. Als je goed luistert, dan hoor je daarin de namen van twee grote steden waar prachtige kathedralen staan. Ik ben van kind af aan enorm geïnspireerd door kathedralen. Ik weet dat ik als kleuter in de Sint-Jan in den Bosch zat en dat al fascinerend vond. En dat is altijd zo gebleven. En op een zeker moment, ik heb een aantal historische kinderboeken geschreven, omdat ik als meester, ja, vond ik geschiedenis ook altijd fantastisch om te geven. Ik vertel altijd verhalen. En dit is eigenlijk het verhaal van een stad waar een kathedraal gebouwd wordt. Nou, dat was natuurlijk niet een kwestie van een achternamiddag, maar daar deden ze 100 jaar over. Een van de hoofdpersonen is Ties. Hij is voorbestemd om bouwmeester te worden, want zijn opa was het al. Die is ooit begonnen met de kathedraal. Zijn vader is het nu en nu is de bedoeling dat hij de volgende bouwmeester wordt. Maar hij ziet dat helemaal niet zo zitten. Hij woont in Trichterbosje, dus we brengen ook een middeleeuwse stad echt tot leven op het toneel. Dat gaat heel wat gebeuren in een prachtig decor. En dan ontmoet hij op een zeker moment Mette. En Mette is een meisje dat blind is. En als je in die tijd blind was, dan was je verdoemd. Dan was je een vriendin van de duivel of je was een heks. Dus zij wordt door iedereen eigenlijk buitengesloten. Niemand wil haar ook vertellen wat er gebeurt in die stad, maar Ties vindt haar leuk, ze raken bevriend met elkaar. Het is wel een verboden vriendschap, want je gaat niet om met een heks. Nee. Dus we krijgen te zien wat er met die twee kinderen gebeurt. Maar ook wat er in de stad gebeurt, want er was in die tijd ook heel veel weerstand tegen de bouw van een kathedraal. Mensen die vonden het fantastisch, maar er waren ook mensen die zeiden, ja, dat is de goden verzoeken, dat is de toren van Babel, dat doe je niet. Je bouwt niet torens tot in de hemel, dat mag niet. En er waren hele boze mensen, want die kathedraal moest binnen de stad worden gebouwd. Binnen de stadsmuren, hè, want je kon daar ook mee pronken ten opzichte van andere steden. En daarvoor moest dan een deel van de stad worden afgebroken. Dus je werd gewoon uit je huis gezet, want daar moest een kathedraal komen. Dus er was ook best veel weerstand. De boel werd ook vaak gesaboteerd. Er gebeurde echt heel wat en dat gaan we allemaal zien in strijd om de kathedraal. Ik hoor het, er zijn verschillende verhaallijnen. Die straks zorgen dat er heel wat te zien valt. En wij kijken er allemaal naar uit. Gezien ook wat we van jullie gewend zijn. Wat is de planning, wat is het tijdpad, Bas, dat jullie gaan volgen?
Het is een hele strakke planning. we hebben de audities op 17 en 18 juli. Daarvoor kunnen mensen zich nog tot en met 22 juni inschrijven. Dan hebben we een hele grote groep bijzonder getalenteerde spelers uit Brabant en Limburg. Daaruit gaan we de cast filteren in 2 dagen tijd. Die cast die gaat in september beginnen met repeteren. Dat wordt wel een intensief dingetje. Aangezien we in mei 2022, op Hemelvaartsdag, past wel bij een kathedraal vonden wij, ja. Gaan we in première. Dus de voorbereidingstijd is september tot en met mei. Ja. En dan hopen we dat we een locatie hier binnen de gemeentegrenzen van Gemert-Bakel gevonden hebben. En ik heb een primeurtje voor jullie. De tweede locatie, die weten we al. En dat gaat zijn in Venlo. Ik mag nog 1 keer zeggen dat het op het voormalig Floriade-terrein is. Want van nu af aan moet ik zeggen dat het in Park Zaarderheike is. Ah. En dat is een prachtige locatie. Heel veel medewerking van Greenport, Venlo ook. En daar gaat dan Tricht op Bos verrijzen, zoals het dan zo mooi heet. Ja. Wat nog wel belangrijk is om even te zeggen, is we beginnen dus te repeteren in september met de cast. Dus de mensen die gekozen zijn voor een rol. Maar we hebben ook best veel figuranten nodig. Dus, en daarmee beginnen we dan vanaf februari te repeteren. En ja, figuranten, jullie hebben het kunnen zien in Weg uit de Peel. Dat zijn mensen die niet alleen maar boom spelen, maar die zijn echt heel actief betrokken bij de voorstelling. Dus die spelen ook gewoon een belangrijke rol in het geheel. Ik begrijp, dit is ook een uitnodiging aan de mensen, als ze dit leuk vinden, om zich bij jullie aan te melden. Ja, zeker. Zeker. Ja. Ja. We, goed. We hebben een geweldig website, vinden we zelf. www.detheatermakers.nl en daar kunnen mensen zich aanmelden. En daar staat ook alle informatie, ook die we vandaag geven, maar daar is ook het hele proces op te volgen. Ja, jullie website heb ik al ondervonden, is goed en makkelijk te vinden. Nou, dat is goed om te horen. Dank je. De laatste vraag is de meest overbodige waarmee je kunt eindigen. Hebben jullie er zin in? Nee, totaal niet. Nee, wordt niks. Nee, we staan echt te trappelen. Ik bedoel, we hadden eigenlijk op de dag van vandaag hadden we geloof ik onze 7e of 8e uitvoering moeten spelen. Dus je kunt je voorstellen, een jaar uitstel. Dat doet je creatieve brein goed. En zeker ook je motivatie en je energie ervoor. Dus aan ons zal het zeker niet liggen, Jacques. Absoluut niet. Nee. Goed, Jacques, Bas, ik wens jullie alle succes. En we kijken uit naar volgend jaar. Okay. Fijn, dankjewel. Dankjewel.